Ik ben Arend. Ik ben geboren 3 januari 1948 in Staphorst om 1 uur 's middags. En ik ben Klaas en ik ben geboren op 3 januari 1948 om 2 uur in de gemeente Staphorst op de Punthorst. Ik ben Jenny, of geboortenaam is Jennigje. En ik ben geboren ook op 3 januari en om 2:30 gemeente Staphorst op Punthorst. Samen op de bank kakelen ze wat af, de drieling die in 1948 de nationale voorpagina's haalde. Want in die tijd was een drieling heel bijzonder nieuws. Om het grote gezin een beetje te ondersteunen, hielp de gemeenschap in Punthorst een handje mee. Ik was geboren, toen werd Klaas geboren en toen was, klaar. Toen was het klaar volgens de huisarts. En die zat al rustig aan de tafel, een borreltje, dat was de gewoonte in die tijd. En mijn vader was alweer bij de koeien op de stal aan het vegen. En toen werd er geroepen van, door mijn moeder, er komt er nog één. Uit de wedstrijd. Ik geloof dat er nog één komt. Ja, of ik geloof dat er nog één komt. Ja, denk het. Ja, als ook nageboren kan zijn. Oh nee, die was natuurlijk al. Ja, ja. En toen kwam ik. Ja, wij hebben wel veel meer contact met ons drieën dan met de andere familie. We hebben een hele gezellige familie, we kunnen ook goed met elkaar opschieten. Maar wij hebben toch iets meer. Is er iets, dan bellen we meestal eerst elkaar op. En kattenkwaad dan? Hebben jullie dat samen met z'n drieën nog uitgehaald? Zoals het jongeren betaamt te doen? Nee, niet echt. Niet erg, we waren niet echt ondeugend. Nee, we hebben wel ondeugende dingen gedaan. Jawel. We speelden natuurlijk heel veel buten, we waren altijd eigenlijk buten, ja. En die bakker die altijd bij ons kwam. Ja, dat moet je niet vertellen. Nee. Maar u bent de bekendste drieling, in ieder geval de bekendste 65-jarige drieling. Bent u van plan bijvoorbeeld de oudste bekendste drieling te worden? Nou, dat kunnen we wel proberen natuurlijk, ja, hè? Nou, de oudste drieling worden. We hebben ons wel eens afgevraagd hoeveel drielingen zullen er in Nederland zijn die 65 jaar of ouder zijn. Daar hebben we geen idee van. Nee, dat weten we echt niet. En we proberen nog jaren door te gaan.